kijkt naar Lunchen met Kimberly. Het programma waarin ik bekende en minder bekende Amstelveeners ontvang die met mij komen lunchen. Vandaag is bij mij te gast Manfred Vrolijks, eigenaar van Grand Café Allsports in Amstelveen. Hoi Kimberly, leuk dat ik aanwezig mag zijn. Zeker, fijn dat je er bent. Hartstikke leuk. Wat heb je allemaal meegenomen? Ik heb meegenomen, ik heb je een keuze gegeven. Ik heb of een voorgerechtje carpaccio of ik heb echt een lekkere salade carpaccio. Ik denk dat is altijd fijn voor de lunch. En ja. Volgens mij vind jij dat ook wel lekker. Zeker. En wat zijn allemaal de ingrediënten die erin zitten? De carpaccio is gemaakt van een mooi stukje runderlende. Dat wordt eerst uitgesneden, dan wordt hij gevuld met pesto. Dan wordt hij heel mooi opgerold, heel strak opgerold in een folie. Dan gaat hij wel altijd even de vriezer in. Want carpaccio is gewoon heel erg belangrijk dat je dat half bevroren snijdt. Want anders krijg je dat nooit mooie plakjes. Goeie tip. En dan maak je hem af met een beetje parmezaan, een beetje pijnmanpietjes. Crostinietje doen we er lekker op. En wat heel belangrijk is, een lekker truffel mayonaise eroverheen. Het klinkt echt al fantastisch. Ja, heerlijk. En ik denk ook dat het heel lekker smaakt. Die kleuren zien er echt al fantastisch uit. Is dit nou moeilijk om dit thuis te maken? Niet echt. Je moet gewoon allemaal de ingrediënten hebben. En dit is ook een mooi gerecht om thuis te maken. Wat wel belangrijk is dat je goed, als je je carpaccio hebt, dat je het wel echt perfect op het bordje neer kan leggen. Velletje voor velletje. Dat is nog wel eens moeilijk als je ergens een verpakkingje bij de supermarkt haalt of zoiets. Ja. Maar voor de rest is het gewoon een lekkere basisdressing die wij op de salade hebben. Dus een beetje een honingbasisdressing. Daar doen we eerst de sla doorheen. En dan is het gewoon een kwestie van alles door elkaar. Er zit nog een tomaatje in, een klein soort zuur komkommertje. En het zijn eigenlijk allemaal wel dingen wat iedereen zelf kan doen en ook in huis kan halen. Lekker. En is het nou ook iets wat je echt dagelijks maakt? Of? Ja, dat is wel heel leuk. Wij hebben al 25 jaar lang echt een saladekaart. Daar zijn we 25 jaar geleden mee begonnen. Ja. En het was toen helemaal hot hier in de omstreken, want het had bijna nog niemand. En eigenlijk hebben we dat nog steeds, de saladekaart. En dat is bij ons echt wel een van de dingetjes wat best wel veel besteld wordt en waar echt mensen voor komen. Ja, precies. En je zegt iets wat vaak besteld wordt. Dus dit is iets wat bij jou op de kaart staat bij Allsports. Ja, zowel het voorgerecht carpaccio als de salade carpaccio staat alle twee op de kaart. Ja. En als jij gewoon thuis bent, maak jij dit dan ook gewoon in je vrije tijd of ga je dan toch voor de boterham met pindakaas? Nee, ik ben niet zo van de boterham met pindakaas. Die kinderen misschien wel, maar ik niet. Okay. Ik vind het echt wel leuk om te koken, om te kokkerellen. Ja. En het ligt ook een beetje aan de tijd en alles. Maar er komen genoeg dingetjes bij mij op tafel dat ik denk van zo, dat heb je wel heel mooi voor elkaar. Ja. Maar ik heb altijd een hulplijntje naar de keuken bij mij. Ja, dus, naar de keuken? De jongens, als ik er niet uitkom thuis, dan bel ik even naar de keuken en dan word ik verder geholpen. Dan zeg je tegen hun van oké, wat kan ik maken thuis? Heb je nog tips voor me? En dan, daarom. Dus dat is wel. En als ik denk van hoe moet dit ook alweer? Dan gewoon even een telefoontje plegen. Okay. En de jongens die bij jou in de keuken staan, die bedenken ook de gerechten? Ja, die bedenken zeker de gerechten. Ja. En wat heel leuk is, dat we echt afwisselend elke dag andere specialiteiten hebben buiten de kaart om. Okay. En ik moet je zeggen dat ik echt wel de complimenten aan die jongens kan geven met wat er af en toe verrassends op het bord staat en bij de gast op tafel komt. Mooi. Dat is echt heel leuk. Ja, lekker. En je hebt ook nog een lekker wijntje, heb je ook meegenomen? Ja, ik denk, we zitten hier toch. Dus dan gaan we het meteen gezellig maken. Nou, ik heb een lekkere Sauvignon meegenomen, Terrani. Ja. Komt bij de wijnschuur vandaan, daar doe ik zaken mee. En ik denk, dat kunnen wij het best wel even erbij gaan nemen. Nou, dat vind ik een heel goed idee. Schenk hem maar lekker in. Hoor je het geluid alleen al? Ja, heerlijk hè? Oh, hij ruikt alleen al heel erg goed. Ja, dit is een hele lekkere frisse Sauvignon. Ja, mooi. Zal ik hem eens proeven? Ja, proef maar even. Ik weet hoe die smaakt. Oh, heel lekker. Ja, proost. Proost. Lekker. Ja, dat doet een mens goed. En heb je hem ook echt specifiek gekozen voor bij de carpaccio? Ja, dit is wel een mooie wijn dat ook bij de carpaccio past. Ja, absoluut. Oké. Ja. Lekker. En je zit hier omdat je dus eigenaar bent van Grand Café Allsports. Kom jij ook uit Amstelveen? Nee, ik kom oorspronkelijk uit Muiden vandaan. Oké, dat wist ik niet. Ik ben geboren in Muiden. Daar heb ik, tot mijn 25e heb ik daar gewoond. En daarna ben ik naar Amstelveen vertrokken. En wat bracht je dan naar Amstelveen? Grand Café Allsports. Ja. En hoe ben je daar dan terecht gekomen? Via mijn zwager.
Die deed vroeger al de catering bij het oude Allsports, om het zo maar te zeggen. Ja. En toen kwam er het plan om Allsports te gaan bouwen. En daar zochten ze ook horeca voor. Ja. En zo ben ik er eigenlijk vanaf het begin af aan ingerold en in meegegaan helemaal. Leuk. En je zegt, toen kwam het plan om Allsports te bouwen. Bedoel je dan, veel mensen weten dat misschien, die al lang in Amstelveen wonen, Allsports de sportschool, of bedoel je dan het Grand Café? De sportschool werd gebouwd en daarbij wouden ze dus ook een groot Grand Café hebben. Okay. Dus vandaar dat ik er ook in het begin bij was. En nu zit die sportschool, die zit er eigenlijk niet meer, want het is overgenomen door iemand anders. Ja, dat klopt. Hoe zit dat precies? Sinds 4 jaar is Allsports overgenomen door Health City. En daar heb ik ook hele goede contacten mee, net zoals dat ik hiervoor met Allsports contact had. En die waren dolblij dat ik erin zat en die waren mij ook heel graag gehouden daar. Ja. Dus het enige wat ik heb gezegd, ik hou mijn eigen naam. Want dat is al zo lang. Dus in maart eigenlijk, dat de deuren dicht moesten, 16 maart met de corona, zat ik 25 jaar in de zaak. Zo, en dat heb je eigenlijk toen niet kunnen vieren? Nee, er had veel festiviteiten gepland. Maar denk je dat er dan wel nog een feest komt als we weer open mogen? Als alles weer een beetje normaal is en alles weer goed is en ik hou mijn hoofd boven water, dan ga ik een gigantisch feest geven. Denk je dat, dat je je hoofd nog boven water ook kunt houden? Het is heel moeilijk. Echt heel moeilijk. Ja. Vooral op financieel gebied. Maar ik denk wel dat ik het ga redden. En dat komt ook door steun van mensen om me heen. Oh, dat is heel fijn. Dus dat is ook heel fijn. Ja, wat goed om te horen dat je dan wel ook gewoon die steun krijgt van mensen om je heen. Ja, dat is heel fijn. En heel veel vaste gasten die je steunen en bij je komen. En dat is heel belangrijk in deze tijd hoor, want je moet er met z'n allen komen. Echt. Ja, zeker. Want je hebt ook nu, heb je ook voor Allsports, maak je ook speciale boxen die mensen kunnen afhalen, ook in deze tijd. Ja. Loopt dat een beetje? Ja, dat is heel leuk. Ik had op een gegeven moment het idee van, nou, laten we wat anders gaan doen. We hadden onze gewone menukaart. En toen heb ik zoiets van, laten we een shared dining box gaan maken. Dat lijkt me leuk. Nou, toen zijn we met z'n allen bij elkaar gezeten, zijn we gaan brainstormen. Ja. En eigenlijk vanaf de eerste keer dat we dat gedaan hebben, was dat best wel een succes. En we veranderen hem dan om de 2 weken. En de bedoeling is ook echt dat als je thuis komt, je maakt die box open. Er zit er een beschrijving bij. En dan moet je sommige gerechtjes, die moet je nog even in de oven doen. Of in de magnetron. Sommige gerechten zijn al klaar. En is het echt de bedoeling dat je net zoals wij lekker gaat zitten. Ja. Bordjes op tafel. En dan steeds een gedeelte van het eten samen met elkaar deelt. Share dining. Zeker. En heb je ook echt alsnog een beetje het gevoel alsof je toch nog een beetje uit eten bent. En dat is wel fijn. Dat is heel fijn. Dat je denkt van, oh ja, en dan proef je wat van. Ik ben het zelf, vind ik het heerlijk om van allerlei dingetjes te proeven. Dus je neemt, in mijn laatste bok had ik een steak taartje, dat deel je met z'n tweeën. Ik had een vitello tonnato. Al dat soort dingetjes. En dan zit je gewoon heerlijk. Ja, onder het genot van een glaasje wijn. Een avondje thuis uit eten. En als we verder kijken naar jou zelf persoonlijk. Je komt dus uit Muiden. Ja. Je bent hier zoveel jaar geleden ben je eigenlijk naar Amstelveen gekomen. Wat zijn eigenlijk nog je toekomstplannen voor Grand Café Allsports? Toekomstplannen, ja. Dat vind ik nu een hele mooie, moeilijke vraag in deze tijd. Dat je die, het grootste toekomstplan voor mij is dat ik gewoon straks weer kan draaien. Ja, echt. Dat zou het mooiste zijn. En dan, ja, maar dat, je leeft zo in een onzekerheid. Nou, je hebt een bepaald plaatje in je hoofd en dat wordt in één keer helemaal teniet gedaan. En de onzekerheid. Ja. Je leeft elke dag met onzekerheid. Ja. Dat merk ik ook in mijn privéleven. Dat ik in één keer denk van, normaal nam ik beslissingen heel snel en nu zit ik over dingen na te denken. Dat ik denk, ja, dat komt gewoon omdat je al 8 maanden in een onzekerheid leeft. Van wat gaat het worden? Dat soort dingen allemaal. Ja. Maar zoals wat, waar moet je dan extra over nadenken in je privéleven? Nou, normaal ben ik heel rap van de tong en als iemand wat vraagt en nu zeg ik, oh, daar kom ik even op terug, dan weet ik het gewoon niet. Ja. Als ik in mijn auto zit, kijk ik 3 keer om of ik wel, of er niemand is. Het is echt, van de wijk zat ik even te analyseren. Ik denk, ja, oh, Manfred. Ja. Dat is echt wel een dingetje, is dat. Ja, je wordt gewoon heel voorzichtig, omdat het misschien ook wel moet in deze tijd. Ja, dat zou ook kunnen. Die 1,5 meter afstand die je al moet houden. En hoe lang gaat dit natuurlijk nog duren met elkaar, dat we in deze crisis zitten? Ja. Dat is ook een beetje de vraag. Ja, zeker. Maar dat zeg ik, het op het blik, het enige toekomst is dat ik denk van dat ik straks gewoon weer volle bak kan draaien. Ja,
En dan zien we verder wel weer hoe wat. Ja, zeker. En we hebben natuurlijk ook, op een gegeven moment mochten we weer open, hè? Een tijdje. Wat merkte je toen dat er ook veel meer klanten weer kwamen? Of had je toen wel ook, nou ja, meer omzet? Hoe ging dat toen? Het nadeel was dat je maar 30 gasten mag ontvangen. Ja. Dus dat gedurende dat je open was, mocht je maar 30 gasten in je restaurant ontvangen. En dan alles op gepaste afstand. Maar ja, ondanks dat ik er maar 30 mocht ontvangen, zat ik gewoon de hele dag vol met 30 gasten. Ja. De een kwam en de andere die ging weer naar binnen. En ja, dan zie je dus dat je een hele grote gastenkring hebt opgebouwd. Ja. En dat mensen ook gewoon echt je willen steunen, je willen helpen. En dan was het 9:30, 9:45 en dan keek ik om me heen en zat mijn hele zaak nog vol. En dan moest ik om iedereen van, wilt u alsjeblieft van afrekenen, want we moeten om 10:00 de deur dicht doen. Maar ik moet je zeggen, dat was weer heerlijk om 3 maanden aan het werk te zijn. Echt, was echt heel fijn. Ja, dan voelt het eigenlijk weer bijna een beetje als vanouds. Ja. Denk ik, dat klinkt wel. En je zag ook, iedereen had er ook weer zin in. En ook alle mensen die voor me werken, die liepen weer met een glimlach te werken. Ja. Ze waren echt weer met hun werk bezig. Ja. En wij horecadieren, je houden ervan om mensen te verwennen. Een praatje met mensen te maken. Mensen met een glimlach de deur uit te zien lopen. Ja, dat is het mooiste wat er is. Zeker. En dat is wel ook echt iets waar ik je echt wel credits ook voor wil geven. Want dat heb jij natuurlijk in de loop der jaren. Heel veel mensen uit Amstelveen, die kennen jou natuurlijk. Ja. Ik sta er niet vaak bij stil, maar het is wel zo. Ja. Leuk is dat. Ja, echt heel leuk. Ja. En dan zie je met van alles wat er binnenkomt. En wat ook heel leuk is, dat je... ik krijg gasten binnen, die komen overal vandaan. Ik heb bijvoorbeeld vlakbij de International School zitten. Nou, dan komen Spanjaarden komen binnen, dan komen de Japanners binnen, dan komen de Braziliërs. En dat is zo leuk is dat. En als je kijkt naar... je hebt een dochter die nu ook bij jou werkt. Denk je dat zij de zaak ooit gaat overnemen? Nee. Nee? Ik denk het niet. Het zou leuk zijn. Het is een schat van de meid. En doet erg goed haar werk. Alleen, ze zit iets anders dan de vader in elkaar. Ja. Want het horecaleven is zwaar. Ja. Qua werken dan. Vooral als je ondernemer, eigenaar bent. Ja. En waarom 60, is het 70 uur in de week... Dat is normaal. Niet normaal. Kijk, in het begin zeker. Mm-hmm. Als je een beetje alles op orde hebt en alles, dan is het anders. Maar ja, het is een kindje van me. Ik hou van mijn vak. Dus ik kan het ook niet echt loslaten. Nee. Dus vandaar dat ik ook om 8:00 binnenkom. En er tussendoor wel eens wegga en met mijn gasten zit. En er zijn avond dat ik om 12:00 of 1:00 s'avonds de deur uit ga. Ja. Het gebeurt natuurlijk niet altijd. In het begin zeker. Want dan moet je echt je schouders eronder zetten. Ja. Dan was dat gewoon normaal. Ja. En het is ook leuk om constant je gasten te zien. Zeker. En denk je ook dat je tot en met je pensioen ook dit ook blijft doen? Denk het wel. Het is toch echt wel mijn liefde, mijn vak. Zijn wel eens andere dingetjes op mijn pad gekomen. Dat via andere mensen gevraagd werden of ik wat anders zou doen. Zoals wat dan? Andere horecazaken. Okay. Er kwam daar iets wat verkocht wordt. Maar ik ben wel eens in de verf voor het stadion geweest. Ja. Maar ik heb nog steeds niet een knoop kunnen doorhakken van ga ik dat ook nog een keer doen. Of, ja. En dat komt puur omdat ik toch echt wel al mijn energie in mijn eigen zaak steek. Nou, dus, wel respect daarvoor. Ja. Want daardoor is al sports heel bekend. Loopt het... Ondanks nu met de coronatijd heeft het eigenlijk altijd gewoon fantastisch gelopen. Ja. Je merkt het dat als alles dus weer een beetje open gaat, dat alle gasten er meteen weer zitten. En dat de trouwe klanten wel blijven bestellen. Mm-hmm. Mooi. Ja, zeker. Klinkt wel heel goed. Ja. Kimberly, zullen we wat gaan proeven? Lekker man, Fred. Ja? Zeker weten. En voordat we dat gaan doen, wil ik jou nog iets vragen. Ja. De volgende keer mag hier weer iemand anders komen om met mij te komen lunchen. Ja. Aan wie zat jij te denken? Nou... Dat is een hele goede vraag voor jou. Ik zat te denken aan Chantal de Bond van Toko Mami. Ik heb haar persoonlijk nog nooit ontmoet en een hand gegeven. Maar wij zijn via een groep bij elkaar gekomen. En wij doen heel veel voor mensen die het niet breed hebben in Amstelveen. ZZP'ers die geen geld hebben. Andere mensen die amper geld hebben om wat lekkers te eten. En wij een hele grote groep waar we constant allemaal gerechten voor die mensen maken. En zij is daar toch echt wel de nummer 1 in. En die
is zo erg bezig met mensen die het op het ogenblik niet breed hebben. Ja. Dus ik wil haar eigenlijk nomineren. Nou, mooi. Dankjewel voor je toelichting. En dankjewel dat je hier vandaag bij mij te gast wilde zijn. En dankjewel voor het kijken naar deze eerste aflevering van Lunchen met Kimberly bij RTV Amstelveen.